Opzet. Tot in de nachtbocht? Tot juist voor de nachtbocht, dus dat niet naar beneden. Dan moet nog 17 roodjes bij er worden. Ja. Ja. Oh, nee. Juist gepast. Voilà. Schuin. Goed, dat als ribbing, allee, ribbing kun je dat misschien niet echt noemen, maar om de segmentjes van het lichaam te maken, gaan we dus een gestripte pauwenfiber gebruiken. Ik ga dat anders laten rondgaan. Ja, voor mijn zit op je trek. En wat moet je dan nu weer leggen, omdat dat groen eraf gaat? Wimt die, nu je vingers? Ja, ik weet, maar ik heb dan een keer niets gelijk. En dan gaat dat groen er van zelfs af, en dan krijg je dat. Ja, zijn? Ja, het is dus, ik weet niet meer. Of was het nu bleekwater? Bleekwater was het niet. Als je dat in bleekwater legt, dan krijg je dat. En dan gaat dat groen er vanzelf af. Ja. Mag ja. Ik ben een hond. Kijk, man. Ik weet dat. Nu moet ik dat best. Al de mannen die mee binnen, dat ze daar geïnteresseerd liggen. Ja. Op voorhand. Als iedereen alles op voorhand heeft. Ja, je hebt maar één nodig. Ja. Als die breekt, pak er voor de zekerheid twee. Dat zijn er die al. Dat zijn er die al gedaan. Wat kleur moet dat zijn, moet zeg je? Gewoon natuur. Gewoon natuur, hoor. Dus ja. Heeft iedereen peurl? Dus je van boven is net zo. Ja. Van boven op nak? Ja. Ja. We hebben eens gaan vieren. Hier is peurl en dan de rood. Ja. Hier. Ja. Oké, dus nu gaan we een stukje peurl inbinden. Ja. Bovenop het lichaamke. En dan moet je wel een beetje opletten dat dat schoon plat ligt. Zodanig als je het dan overvouwt, dat dat een dekschildje wordt. Voilà. Dus nu heb je twee keer oranje en de peurl van boven in de midden. Ja. Nu heb je een rode holographic nodig, die ongeveer even breed is als... Hier is de peul. Hier is de peul. Ja, maar rond te gaan. Ja, ik ken er hier al uitgedeeld langs alle kanten. Ja, maar hier of niet, denk ik. Iets mee. Nee, maar het is niet. Twee stuks. Nog? Hier. Geen paar rood. Ah, ja. Oké, rood. Ruud. Ruud. Ruud, jongen. Ruud. Ruud of geen Ruud. Vliegt goed. Ruud. Ruud. Je wou vliegen weer gebaasd van Ruud, jongen. Ruud, 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 en dan de rood. En dan samen de rood. Samen de rood. Ruur vliegen in tekst en keer weer in een duivel. Is dat er al een rode holographic? Ik heb er al een duivel. Voor Gianni en een noek. Iedereen heeft al een rood. Iedereen rood. Kom, Linda. Soms geroept toen ik de drank van kon. Het zal geen geduurd. Oké. Het volgende dat je in bent is dus die rode holographic, ook van boven erop. Ook van boven, op de ja, bovenop die een peurl. Ook, knal erop. Voilà. Voilà, en dan gaan we die cheeksjes overleggen. Zullen we nog van onze bentrot naar voren brengen? Ja. Onze bentrot eerst naar voren brengen en dan de cheek erbij. Dus dat is de nieuwe cheek? Of hebben ze ja. 10 euro zijn korter. Mooi. Ideal. Ja, wat hier doen? Daar hebben we niks van. Laatste klant is een derde. Overnachten doen we. Hm?
Dus de zo naar voren leggen, uw neenschik en dan met één of twee draaikjes achter uw hakoog vastzetten. En dan moet langs, inderdaad, toch, langs de zijkant. Schuilen langs de zijkant? Ja. Ja. Wil je die vastleggen? Ja. Ziet er mooi uit. Bij mij zijn ze wel iets kleiner. Dat is toch een andere ding. Mooi, gewoon heel. Met een buzzer is ook precies wel fijn. En als de cheeks vastleggen, gaan we dan die pearl en dat rode holographic tegelijkertijd naar voren leggen en ook vastzetten. Alles weer mag worden? Ja. Ja. Je kunt dat niet raden. En dan kunnen we er alles dus afknippen. Of als je gemakkelijker wilt zijn met een gilettenmesje afsnijden. Dan moet ik even handen. Dus zowel de cheeks afsnijden als de twee dekschildjes. Een schoon koppelje maken. En je zet hem. Kan een kopje maken door u? Klein zwart kopje? Klein zwart kopje. Ik moet. En als je dat dus ronddraait, dan zie je dus oranje, groen, met een beetje rood. Ja, dat wordt het. Ja, voor afvlakken heb je allerlei manieren. Harde sneeuw, secondenlijm, UV. Wat ik altijd doe, is de eerste laag secondenlijm van Zappagap. Omdat als je dat erop wrijft, dan veranderen de kleuren niet. Dus haartje? Dus veel bindlak, als je dat erop wrijft, dan trekt dat in die materiaal waar dat je de buzzer mee gemaakt hebt. En dan wordt dat wat donkerder. Maar als je eerst secondenlijm doet, dan zijn de kleuren vast en dan kun je achteraf, als die droog is, nog één of twee laagjes bindlak of harde sneeuws opwrijven en dan maakt hem dus alleen maar glanzender en glanzender en glanzender zonder dat de kleur verandert. Voilà. Dus eerst de secondenlijn. Of eerst afwinnen. Eerst zwart ook. Ja. Dat is puur mooi. Ja, dat is goed. Ja, je krijgt van de prijs. Wat denk je nog een ander model? Nee, want dan ging het erop in zijn. Maar ja. Oké. Okay. In het begin denk ik dat kopje afvlak, hè? Gelijk dacht ik. Zie je onderin zijn? Ja. Denk dat kopje afvlak. Nee, je moet. Alles. De eerste keer alles. Alles. Ja. Los. Nu is het onderin erop. Over alles. Ja. Ja. Over alles. Ja. Ja. Wat is er aan de zin? Ik ben een zot. Ja, pokken is dat nu. Dat bril. Daar niet, gaat een bril op. Ik heb daar altijd vrij goed mee gevangen op Kruis-Uitem en ook in 4 ton. Heb ik hier geroepen? Ja, die nog bedankt. Wat was het? Ik heb nog 5 ton, nu moet er nog iets gebeuren. En wat als die droog is, dan nog een keer bij het lak. Oh ja, maar dat heb ik niet. Ik heb dan in de veer, ik heb die mee, ik heb mijn dikke mee. Ik heb wel een beetje dik van haar. Ik heb hem nog niet. Ziet dan nou, als je daar dan nog een keer lak op doet, dan. Oei, wat is die? Dan wordt dat schoon glanzend. Oh, dat kun je weer kunnen doen.
Het is een eerste poging. En dan gaat dat vele vesten mee. Ja, het is nu ook zo. Je kunt dat er binden in olive. In claret. Helemaal zwart. Enzovoort. Het systeem blijft hetzelfde. Ja. Het is alleen veranderen van kleur. En van grootte, deze op pak 10. Hè. Ja. Pak 12 of pak 14. Het voorjaar zijn groottaken. Hoe zeg je dat? Het voorjaar. Dat zijn de grootstaken. En dan midden toe verkleinen. Ja, het begint in maart, april en dan is zwart en donkerbruin beste. En een keer al naar gelang dat de watertemperatuur naar omhoog gaat, eind mei, juni, gaan ze naar rood en groen, lichtgroen. In het voorseizoen beginnen we met 10 en naar de zomer toe gaan naar 12. En een keer augustus gaan we naar donkerrood, naar claret en een keer september, oktober gaan we naar zwart en naar bruin. Dat is gewoon de cyclus van de vierde fase dat we moeten volgen. Ja. En in het voorseizoen groter en in het midden wat kleiner van aaksken 12 of aaksken 14. En na het later van het seizoen gaat het weer naar pak 10. Het zit. Om net gezwakt te doen, alleen dat hier is. Ja, zou best zijn. En dus deze kun je vissen gewoon op een draad, wat dat wil zeggen. Gewoon op de lieder. Maar je kunt dat ook vissen onder de bung. Het wordt veel gebruikt onder een bung, deze. Ja. Iemand de hom mee? Ja, dat is een kamer verzetten.